Welkom maagd bij jullie maandreading voor 2023 voor de maand februari. Dit is voor iedereen die maagd in zijn zon, maan of ascendant heeft. En het kan en zal helaas niet voor iedere maagd resoneren. Neem daarom alleen mee wat resoneert en laat de rest achterwege. We gaan beginnen met een aantal orakelkaarten. En daarna zal ik een tarotlegging voor jullie doen. Om te kijken wat de belangrijkste boodschappen zijn. Universum. Welke boodschappen van de Whispers of Love, fluisteringen der liefde, mogen we ontvangen voor het sterrenbeeld maagd? Voor de maand februari 2023, voor maagd. Wat zijn de boodschappen voor maagd als het gaat om liefdesrelaties? We hebben als eerste de kaart Physical Touch, dus fysieke aanraking. A tender touch can mean so much. Dus een aanraking kan zoveel betekenen, maagd. Een aanraking kan heel veel betekenen, kan heel veel zeggend zijn. En dan hebben we look to your inner strength. Dus kijk naar je innerlijke kracht. Je bent sterker dan je je realiseert. Je bent sterker dan je je realiseert. Dus ga je door een moeilijke periode, weet, het universum brengt je niets wat je niet aan kan. Je bent sterker dan je je realiseert. En dan hebben we romance. En deze is al voor de derde keer nu tevoorschijn gekomen bij een sterrenbeeldreading. Lavish the one you love with personal attention and affection. Dus overstelp je romantische partner met aandacht en affectie. En dat kan dus zijn in de vorm van fysieke aanrakingen. En ik leg de kaarten even terug. Oh. En dan gaan we kijken welke boodschap van de Spirit of the Animals er tevoorschijn mag komen. Welk dier past bij je maagd voor de maand februari? Wat is de boodschap van de Spirit of the Animals? Voor maagd, februari 2023, universum. Welke spirit animal past bij het sterrenbeeld maagd? Oh, en we hebben er twee. Dus ik ga ze ook allebei meenemen. Even kijken, we hebben een wolf. Pathfinder, de wolf die vindt zijn pad. Dus het kan zijn dat je zoekende bent. Laat je verleden los en start een nieuwe reis. Je bent een leraar en je kunt anderen helpen om hun weg te vinden. Dus niet alleen je eigen weg maakt, maar ook de weg van een ander. Je kunt anderen helpen. Er zullen uitdagingen komen, maar je ziel is sterk. Doorzettingsvermogen is je geheime kracht. En je hebt een liefde die blijvend is, die volhoudend is, die het kan doorstaan. De zoektocht naar je pad. En dan hebben we een hummingbird. En ik weet niet precies welke vogel dit is, maar het is een vogel. Vogels staan ook voor communicatie. En op deze kaart is de boodschap miracles, wonderen. Jij bent de vreugdebrenger, de brenger van vreugde. Je zegent de wereld met positiviteit en liefde. Energie, je hebt energie op je schijnende vleugels. Spreid het wonder van geluk. Dus je bent ook iemand die anderen kan beïnvloeden en een positieve invloed heeft op de mensen in je omgeving. Je bent positief en liefdevol. En durf inderdaad ook die positiviteit en die liefde te verspreiden. Je brengt vreugde. Jullie mogen een vraag en gedachten nemen, maakt. En we gaan de engelen antwoorden kaarten schudden. En mocht je geen vraag hebben, dan maakt dat niet uit. Kijken we welke boodschappen er tevoorschijn willen komen voor jullie in de maand februari. Dan heb je wel een vraag, dan hou deze in gedachten. Engelen, wat is jullie antwoord op de vraag die maagd zichzelf stelt?
Of wat is jullie boodschap voor de maand februari 2023 voor Maagd? Maagd, jij bent er klaar voor. Is het antwoord of is de boodschap? Voor februari, je bent er klaar voor. Wat nog meer? Wat mogen we nog meer ontvangen voor Maagd? Neem actie. Neem actie. En dan willen we nog één kaart, nog één boodschap engelen voor Maagd. Februari 2023 voor Maagd. Wat mag er nog meer tevoorschijn komen voor het sterrenbeeld Maagd? Wees assertief. Ja, dus durf de stap te zetten. Wees assertief. Neem het voortouw. En onderneem actie. En dan binnen een paar weken hebben we onder op het dek liggen. Dus kijk hoe dit resoneert met je situatie of met de vraag die je gesteld hebt. We gaan nu de Grand Luxe Tarot schudden. En de kaarten zijn al voorgeschud, maar ik schud ze altijd nog een keer. En de vaste kijkers die weten dat. En ik heb ook ver weg ergens een plaatsing in het sterrenbeeld Maagd. En daar zal dat perfectionisme vandaan komen, denk ik. Universum, wat is de boodschap voor Maagd? Voor februari 2023. Dank u wel. Ja, dank u wel. Maagd. Twee kaarten. Maagd, we hebben de zwaarde 6, luchtenergie. En we hebben de gematigheid, boogschutterenergie. Onder de dek zie ik de aas van zwaarden voorbij komen. Doorbraak, helderheid in een situatie. Maar we willen nog één kaart. Nog één kaart voor Maagd. Maagd, januari 2020. Februari 2023 voor Maagd. Nog één kaart voor februari 2023 voor het sterrenbeeld Maagd. Februari 2023, wat mag er nog meer tevoorschijn komen voor het sterrenbeeld Maagd? Wauw. Twee van de drie zijn grote arcana kaarten. Die staan voor grote levensveranderingen. We hebben de zegenwagen, kreeftenergie. Onder het dek de koningin van kelken. Schorpioen, kreeft, vissen. Keizerin en de krachtkaart. En de kracht kwam hier terug. Je bent krachtiger dan dat je zelf denkt. Volgen van je hart leidt tot succes. Volg je intuïtie. Met de zwaarde 6 kun je in de maand februari afstand nemen van een bepaalde situatie of persoon, een connectie. Dit kan te maken hebben met een relatie, dit kan te maken hebben met werk, dit kan te maken hebben met familie. Maar je gaat balans brengen in je eigen leven met de gematigheid kaart. Dit is een kaart van balans, healen. En met de zegenwagen wederom iets achterlaten om een nieuwe richting uit te gaan. En je gaat volle vaart vooruit. Je bent niet meer te stoppen met die zegenwagen. En je wil een zegen behalen. Je wil, ja, balans in een situatie. Dus je kunt een conflict situatie gaan verlaten. Of een bepaalde denkwijze verlaten. We gaan het zien. Koningin van Kelken is iemand die heel zorgzaam is, graag voor anderen zorgt. En het is misschien nu tijd, Maagd, om voor jezelf te gaan zorgen. En dit is ook iemand die spiritueel kan zijn of helderziend, heldervoelend. Iemand die haar hart volgt, datgene koestert wat ze graag wil. Heel begripvol is, empathisch, meevoelend, emotioneel ook. Waarom ligt hier de koningin van Kelken onder op het dek als algemene energie? De
koningin van Kelken. De koningin van Kelken. Ridder van Staven. Koningin van Kelken is iemand die heel veel liefde te geven heeft. En je kunt te maken hebben met een boogschutter of met een schorpioen, kreeft, vissen. Wat nog meer voor de koningin van Kelken? Oeh. Stier, maagd, steenbok. Mochten jullie in die energie zitten van de koningin van Kelken, dan heb ik het gevoel dat je actie wil ondernemen op een bepaalde connectie die je hebt met een aardeteken wellicht. Stier, maagd, steenbok. Het kan ook andersom zijn. Dit is iemand die heel avontuurlijk is. Iemand die waarschijnlijk ook vuurenergie in zijn sterrenbeeld heeft. Of boogschutterenergie. Iemand die houdt van reizen, ondernemend is, ambitieus is, hardwerkend, stabiel. Iemand die met beide benen op de grond staat. Financieel ook in balans is. Iemand die al een bepaalde mate van succes bereikt heeft. En iemand die heel gepassioneerd naar je toe wil komen eigenlijk met die reizende ridder. De ridder van Staven. Het kan iemand zijn met een andere afkomst. De ridder van Staven is iemand die ervan houdt om verschillende mensen te leren kennen. Nieuw avontuur aan te gaan. Iemand die heel avontuurlijk is. En dit is iemand die jou ziet als heel zorgzaam, liefdevol. Een bemoederende energie met die koningin van Kelken maakt. Iemand die ook heel erg fysiek zich aangetrokken voelt. Oh, dit kan iemand zijn uit je verleden, iemand die je al kent. We hebben hier de schildknaap van Kelken, wat kan staan voor een boodschapper. Het kan iemand zijn die in het verleden inconsistent was. Want dat is de keerzijde van de ridder van Staven. Iemand die in en uit is. Heel veel aandacht voor je heeft, maar de aandacht net zo snel weer verliest. Maar het is iemand waar je wel liefde voor voelt of sterke emoties voor voelt. En deze persoon heeft spijt van dingen die er gebeurd zijn in het verleden. En wil zijn excuses maken. En de zegenwagen. Deze persoon wil actie ondernemen en dit kan ook jouw energie zijn. Je kunt een waterteken in je hoofd hebben of iemand met de kenmerken van een koningin van Kelken. En je kunt het gevoel hebben dat er in het verleden dat je stappen hebt gezet of keuzes hebt gemaakt waar je op dit moment nog niet lekker over voelt. Waar je misschien spijt van hebt en waar je over wil praten met de persoon en je excuses wellicht wil aanbieden met die schildknaap van Kelken en de Kelken 5. Oeh, en je hebt een gevoel dat dit je persoon is. We hebben de koning van Kelken en de koningin van Kelken, match. En voor sommigen van jullie kan het zijn dat je in het verleden voor iemand anders hebt gekozen. En daar nu spijt van hebt. We gaan het zien. Waarom ligt hier die zwaarde 6 voor maagd? De zwaarde 6 voor maagd. Maar er zijn sterke gevoelens tussen jou en deze persoon. De zwaarde 6 wordt verklaard door de Kelken 3. Ja, er kan een derde partij in de situatie betrokken zijn. Dus vanuit je persoon kan met iemand anders te maken hebben gehad. Of jij. En je hebt daar op dit moment spijt van. De zwaarde 6. Je wil het verleden achter je laten. Met de zwaarde 6. Je wil vooruit in de situatie. En daarom ligt hier de zwaarde 6. En het kan zijn dat deze persoon je gaat uitnodigen. Of jij deze persoon gaat uitnodigen. Om samen te komen, om hierover te praten. Ja, om balans te brengen in de situatie te helen. En je hebt al een hele hoop geduld gehad.
En het is nu tijd om actie te ondernemen en assertief te zijn en de eerste stap te zetten. Naar vooruitgang, naar kalmer vaarwater, het conflict achterlaten. Water bij de wijn doen, met die gematigheid kaart hier. Healing, balans. En het kan zijn dat jullie samen gaan komen. Iets gaan drinken bijvoorbeeld. En dat je dus onderweg zult zijn in de maand februari. Waarom ligt hier de gematigheid 2 keer? Dit is ook een kaart van engelenbescherming. Een engelenbegeleiding. De engel Michael. Leidt je in de juiste richting. Met die zware 6. Een soort van opluchting. Iets achter je laten. Voor sommigen kan het te maken hebben met een verhuizing. Er komt goed nieuws binnen. Wat balans brengt in je situatie. En het kan te maken hebben met een verhuizing. Of met op reis gaan in de maand februari. De Kelke 3 kan goed nieuws zijn. Aankondigingen die gedaan worden. En dit is een aankondiging waar je geduldig op hebt gewacht. En waar nu eindelijk actie in kan ondernomen worden. Voor de gematigheid hebben we de pentakels 4. Pentakels 4 is vasthouden. Dus wel een stabiele energie. Maar dit is ook een energie van in je comfortzone zitten en weerstand bieden tegen verandering. Maar dit is ook iemand of iets niet los kunnen laten. En je hart beschermen. Waarom ligt hier de gematigheid? Nog een kaart voor de gematigheid van maagd. Nog een kaart van maagd voor gematigheid. Gematigheid voor maagd. En het kan dus te maken hebben met iemand uit je verleden. Want die energie ligt hier sterk. De Kelke 3 kan ook een verzoening zijn. En dan kan het zijn dat je persoon of jij een bepaalde situatie hebt verlaten. En weer terug wil balans brengen. Een situatie wil healen. Waarbij je iemand of iets achter je gaat laten. En kijk hoe het resoneert. Het kan dus ook je persoon zijn. We hebben 2 koningen en een koningin. Waarom ligt hier de gematigheid voor maagd? De gematigheid. De aas van zwaarden. De azen staan voor een nieuw begin, maar dit is ook een doorbraak. En het kan een doorbraak zijn door communicatie, maar er gaat een doorbraak plaatsvinden. Dit kan ook iets zijn wat vanuit jezelf komt, want de gematigheid is healing, balans brengen. Ook lichamelijk voor jezelf. Kan te maken hebben met je gezondheid. Maar die aas van zwaarden die zorgt er in ieder geval voor dat er helderheid komt. Duidelijkheid komt in een situatie. Ja, de zon schijnt een licht. Voor sommigen van jullie kan dit ook een spirituele ontwaking zijn. Maar dit is een bevrijding. Een bevrijding die er plaats gaat vinden. En het heeft te maken met iets... waar je aan vasthoudt. Waarom ligt hier die pentakels 4 vermaakt? De pentakels 4, wat is het? Wat is het waar je aan vasthoudt? Voor sommigen van jullie kunnen het gewoontes zijn. Ongezonde gewoontes. Waar je aan werkt. Om die los te laten. Waarom ligt hier de pentakels 4? De pentakels 4... Je komt tot het besef dat je niet kunt blijven vasthouden aan het verleden, aan wat er gebeurd is wellicht. Maar het kan ook zo zijn dat je deze persoon niet los kunt laten. Niet los wil laten. Voor sommigen van jullie kan het te maken hebben met werk en met je financiële situatie. Het kan zijn dat die situatie, je hebt een impulsieve beslissing gemaakt in het verleden, waar je misschien op dit moment spijt van hebt. En er komt nieuws binnen die balans kan brengen in de situatie. Dit kan te maken hebben met een andere baan op een andere plek.
met de zware 6 en de zegenwagen. Iets wat balans brengt in je situatie en ook verbetering brengt in je financiële situatie. We hebben voor de pentakels 4 de kluizenaar. Maakt energie, jullie eigen energie. En dit is ja, iemand die een innerlijk licht schijnt, zijn angsten aankijkt. En met die aas van zwaarden heb ik het gevoel dat er een inzicht komt. Een inzicht of antwoorden die er komen. De gematigheid is ook een hele spirituele kaart. Er komen antwoorden op je vragen van binnenuit. En door dit inzicht, door die helderheid wat je krijgt in een bepaalde situatie, ga je over tot actie met de zegenwagen. Waarom ligt hier de zegenwagen? De zegenwagen is iemand die alle moed en durf bij elkaar raapt om inderdaad assertief te zijn en actie te ondernemen. Je laat iets achter en dit kunnen gewoon denkpatronen zijn. Dit kan ja, in de fysieke wereld, je ouderlijk huis zijn, een baan waar je lange tijd gewerkt hebt. In ieder geval iets wat hoort bij je comfortzone. Iets wat je gewend bent, iets waar je langere tijd in een bepaalde situatie hebt gezeten. Ga je achter je laten en je gaat het onbekende in met de zegenwagen. En er kunnen nog wat hobbels en obstakels op je pad komen, maar je bent klaar. Je bent klaar om dit ja, te overkomen. En voordat de zegenwagen inderdaad op pad gaat, is het van belang dat die twee paarden, en het zijn normaliter twee sfinxen, zwart-wit, yin-yang, beide in dezelfde richting rennen. En je hebt de moed. Je hebt het durf en dat is al het behalen van een zegen op zich. En deze kaart wordt verklaard door de pentakels 2. De voors en tegens tegen elkaar afwegen. Er is balans nodig in een situatie. En we hebben de zware 5. Dit kan te maken hebben met onzekerheid, zelfsabotage. En dit kan je energie zijn geweest in de afgelopen periode. Negatief denken, niet dezelfde fouten willen maken. Dit kan te maken hebben met een verlies, de zware 5. Je hebt in het verleden wellicht aan jezelf gedacht. Of te maken gehad met iemand die aan zichzelf dacht. Je moest een keuze maken tussen twee personen, twee situaties wellicht. Maar je gaat nu een keuze maken met die pentakels 2. Er is een keuze nodig, er moet actie ondernomen worden. En je wil winnen, koste wat het kost, met de zegenwagen. Je gaat op je doel af en je bent niet meer te stoppen. Dit is wat je wil manifesteren en je zult al je middelen inzetten om die droom, die wens die je hebt, werkelijkheid te laten worden met de magier onder op het dek. Je bent misschien bang om afgewezen te worden. Ja. Maar we hebben hier ook liggen binnen een paar weken. Je bent er klaar voor. Waar is maagd klaar voor? Waar is de maagd klaar voor? Waar is maagd klaar voor? Nee, laat ik eerst vragen waarom hier die zware 5 ligt. Kan een verlies, kunnen conflicten zijn. En dit is wat je achterlaat. Heeft te maken met een samenwerking, kan zijn tussen collega's, dat er geroddel is achter je rug om. Nou, dat kan een plek zijn waar je heel lang gewerkt hebt. En die stabiliteit bracht. Waarom ligt hier de zwaarden 5? En dit, de pentakels 3 is ook erkenning krijgen. Aanzien krijgen voor je talent, voor je gaves, voor je inzet. En dit is samenwerken aan een doel. En in het verleden heb je wellicht je prioriteiten verdeeld. Je hebt niet alle aandacht op één persoon of één situatie gegeven. Maar aan meerdere situaties of personen. En dit kan ook andersom zijn. Je hebt niet de erkenning, de beloning gekregen die je graag gewild zou, ja, zou willen hebben met de pentakels 3. Er was sprake van roddel of mensen die aan zichzelf dachten, andere motieven hadden. Ja. K-
Kelken 6. En dit kan te maken hebben met je roots, je kindertijd, het omarmen van je innerlijke kind. Dit kan een soulmate energie zijn, maar dit is iemand uit het verleden keert terug. Een verzoening. Iemand heeft spijt van keuzes die gemaakt zijn. Dat kan jij zijn of je persoon. Ik heb het gevoel dat dit heel sterk jullie energie is. Je hebt een bepaalde situatie verlaten en je wil nu balans brengen in die situatie. Het verleden achter je laten, het verleden loslaten. En je kunt het gevoel hebben dat je met een soulmate te maken hebt, Maart. Het kan ook iemand zijn die je al kent vanuit je kindertijd of heel lang kent. En in het verleden heb je misschien geen rekening gehouden met gevoelens. En je wil nu de eerste stap zetten, helderheid brengen in de situatie en wellicht je excuses aanbieden. Of in ieder geval je gevoelens uiten naar deze persoon. Ja, snelle vooruitgang, positieve opties. Ik zie dat er communicatie gaat plaatsvinden. En ik zie jullie ook actie ondernemen. We hebben de koningin van staven onder op het dek. Ja, dit is een go-getter. Iemand die zich vastbijt ergens in en daarvoor gaat. Actie onderneemt. Zelfverzekerd is. En ja, je gaat hierbij vertrouwen op je intuïtie. Want het is iemand waar je heel veel liefde voor voelt. In het verleden kan het ook zo zijn dat je gericht bent, gefocust was op het materialisme, op geld. Voor sommigen van jullie. In plaats van op liefde. Dus je hebt misschien stappen gezet die te maken hebben met je carrière, je financiën. Dus kijk hoe het resoneert. Maar dit is jullie boodschap voor de maand februari. En als het resoneert, dan geef me een like. Abonneer je op mijn kanaal, mocht je dat leuk vinden. En ja, hopelijk tot de volgende keer. Heel veel liefde en licht voor jullie. Dag!